Morgen is een hele speciale dag. Het is morgen een mijlpaal. Papa is al heel de ochtend emotioneel. Toen werd het toch wat onrustiger binnen het medisch team. Zo, we zijn druk bezig met de versiering. Even wachten hoor. Poepie. Goedemorgen. Lag je al lekker naast mij? Heerlijk. Jij? Ja, ik heb ook echt wel redelijk fijn geslapen. Zo weer lekker in mijn eigen bedje. Ja, dat was echt fijn. En gelukkig lag het weer net zoals afgelopen weken voordat ik wegging. Alleen ik had echt super dorst. Maar ja, ik dacht echt van ja, ik heb echt een harder bed nodig. Anders, dan voel ik zo'n bed daar zo en dan denk ik, oh dat is wel lekker een beetje zo. Maar dat is echt niet goed voor mij. Oh jee, krijgen we bezoek van allemaal beesten. Dat is gezellig. Dat is voor jou. Oh, voor mij allemaal. Oh poep. Wow. Zo. Nou. Daar ook elf. Wat gezellig, hè? En ook met Olly. Oh, met Olly. Hey, ik ga jou alvast even aankleden. Hi. Hi. Hey. Witte Houston. Kaboomtsch. En ik ga verder, als jij dat ook goed vindt, met de waterleidingen van... Ik schrik me rot. Waterleidingen van boven. Ja, succes. Ja. Hebben we al water afgetapt? Nee. Even voor de zekerheid. Nee, hebben we niet. Voordat we helemaal zo zitten. Ja. Misschien moet je er even doen. Ja, is goed. Ik moet mijn stem opwarmen, heb ik gehoord, voordat ik begin met praten. Dus dat ga ik nu maar even doen. Zo. Hoor je dat? Er zit aardig wat... Ik kreeg echt jeugdtrauma's van een kinderboerderij naar boven. Dat ik werd achterna gezeten door een geit. Ik ben aan het uitstellen, merk je dat? Voor allemaal lotjes, geloof me, het gaat snel genoeg. Het gaat echt als een jacko. Ja. Sinds wanneer ben jij allergisch voor schapen? Nee, schapen niet, maar wel voor geiten. Jij bent de geit. Jij bent de geit en ik ben een schaap. Oh ja, dat is waar, ja. Want schapen volgen heel goed, dat bedoel je toch? Kom eens hier. Ja, zo'n grapjas. Ja, leuk hè? Even wat emmers klaarzetten dan. Ja. En dan... Hoop ik dat het goed komt. Ik ook. Ik vind het spannend, hè? Wat ik het spannendste vind, is wat ga ik doen als het dus niet lukt? Ja. Dan moeten we gewoon een loodgieter bellen. Nou ja, dan moeten we Sebastian bellen. Ja, maar ja, dan moet Sebastian ook maar net tijd hebben. Nou, dat ook, inderdaad. Ja. Nou ja, en dat was wel grappig, want ik had van iemand een telefoonnummer gekregen van een loodgieter. En die heb ik een appje gestuurd. Ik zeg, mag ik wat vragen? Toen stuurde die, ja. En toen stuurde ik, ik heb twee buizen, afmeting 15 en afmeting 16. Kan dan die sok van 15 in die 16? Ja, denk je dat past en of gaat lekken? En toen stuurde die, oké. En dat was het. Oké. Okay. Nou, dat inderdaad, oké. Okay. Dat was het oké, van ja, dat kan. Oké, doe maar. Of oké, ik snap je, ik ga erover nadenken. Nou, dan vraag je dat. Nou, ja, je kent mij, dan ben ik er al gelijk klaar mee. Dat is mijn defect. Ik leg het bij mij, hè.
Ik leg het bij mezelf. Ja, maar ja, je weet niet wat voor persoon er aan de andere kant zit. Nou, misschien is het aan anders. De naam te zien was het geen Nederlandse persoon, dus... Ja. Maar dan denk ik, ik snap je niet. Zeg dan, ik begrijp je niet. Of ja, misschien zal ik langskomen? Of zal ik even bellen? Of het was van, ja, dat is oké. Okay. Ja, maar hij denkt dat hij een goed antwoord heeft gegeven misschien. Ja, dat kan. Ik zeg al, de bal ligt bij mij, maar ik heb daar geen geduld voor. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Ik heb nog nooit, ook al snap ik iemand niet, geantwoord met oké. Okay. Heel verhaal, hele vragen, zeg je oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ik ga het maar gewoon doen. En dan zien we wel. Desnoods gaan we douchen bij de buren. We hebben hele lieve buren aan alle kanten. Ja. Zo, dus we zijn bij de Hornbach om te doen wat we niet gingen doen om te doen. Ik heb het niet gedaan. Nee. En jullie kwamen ergens achter. De buizen zijn namelijk van Henko. En Henko is pers en dat heb ik niet. En ik heb het speedfit. En die speedfit moet allemaal terug. Dus ik ga eerst alles terugbrengen. Dan ga ik kijken of ik kan vinden wat we dus wel moeten hebben. En andere dingen. Dat is... Het is inmiddels heel laat. We hebben gezellig gedinnerd met Olaf en Marcelle om onze citytrip naar Venetië in april te plannen. Uiteindelijk heb ik nog een hulptroep ingeschakeld voor de boiler. Dit keer niet om hem op te hangen, maar om hem aan te sluiten. Want iemand die wij kennen, die heeft zo'n tang. En die gaat me helpen. Dus ik heb nu de koppelingen en zo gekocht. En toen waren we daar aan het rondlopen en toen waren we op zoek naar steentjes. Nee, wacht, want ik heb natuurlijk een en ander teruggebracht bij de Hornbach. Toen zijn we naar de Bauhaus gegaan. Daar hebben we steentjes gevonden, daar hebben we gevonden voor de kunstboom, de bloesem. En die gaat René jullie nu laten zien. Zo, we hebben even het licht normaal gedaan, zodat jullie echt kunnen zien wat voor kleur het is. Maar we hebben dus gekozen voor koperkleur. Zodat het echt een beetje past bij de pot. En daarom ben ik er echt super blij mee. Want het staat gewoon super chic, vind ik. We hebben er een hele hoop zand bij gedaan. Zodat hij stevig staat. En dus gekozen voor koper. En donkere decoratiesteentjes. En daaronder als onderlaag hele kleine kopersteentjes. Dus dit is nu eigenlijk de bovenkant. En ik ben echt super, super blij mee. En ik ben nog steeds super verliefd op deze boom in ons huis. Kijk hem shinen. En wij gaan ook richting bed. Gaan we even rusten. Want morgen is een hele speciale dag. Het is morgen een mijlpaal. Want onze kleine grote jongen gaat morgen voor het eerst... een wendag hebben op de basisschool. En dat is natuurlijk wel echt een mijlpaal. Okay. En dan na de vakantie, dan gaat hij echt naar school. Ja, is er alweer een tijd voorbij. Ja. Gaat echt hard, hè? Het is echt niet ja. Behappen, ja. Ik vind het echt, aan de ene kant vind ik het echt super leuk. Want ik denk dat hij het heel erg leuk gaat vinden. Ja. En dat hij er ook echt aan toe is om weer verder te leren en zo. Aan de andere kant, als ik dan echt kijk van een jaar geleden of anderhalf jaar geleden eigenlijk. Dat we bij mijn moeder kwamen wonen ook. En zo. Dan heb ik toch wel een beetje het, bekruipt me toch een beetje het gevoel alsof ik wel wat van hem gemist heb. Ook al was ik er wel. Dat hij toch zo, dat ik denk, hè, waar is de tijd gebleven? En dat hij zo echt zo... Ja. Hij is nu nog steeds schattig en leuk. Maar hij is nu al zo wijs. En toen was hij gewoon echt, ja, net beginnen met praten en zo. En nu kan hij al super goed praten eigenlijk. Ik ga eventjes met hem knuffelen. Ga maar even met hem knuffelen. En dan gaan we lekker slapen. Goedemorgen, Jesse Silver. Goedemorgen, ik ga naar school. Ga je voor het eerst naar school? Ja. En het is vandaag 17 februari. Ja! Ga jij voor het eerst een wendagje naar school? Ja! Ja, en over een paar dagjes, 22 februari, ben jij jarig. Ja! En hoe oud word jij dan? Vier. Ja!
Oh jee, oh jee, oh jee. Oh yeah, oh yeah. Let's go! Ja, let's go! Papa is al hele de ochtend emotioneel. Ik ben echt een wrak. En normaal zijn het de mama's die huilend aan de poort staan. Dat eerst heb je slecht geslapen, dat heeft ook al niet mee. En hij wordt gewoon heel groot. Gaat zo snel allemaal, hè? Ja. Let's go. Let's go. Den dagje, hè? Ja, ah, je loopt al de hele tijd te janken. Ja, maar ik vond ook het moment dat we dan erin gaan. En... Oh, hij gaat naar school vandaag. Yeah! Hey! Yeah! En volgens mij hebben jullie allebei... Wat heb jij aan? Jullie hebben bijna hetzelfde aan. Ja, dat is niet van. Dan ga je schoon pakken vaas. Want dan kan je... Want jullie gaan natuurlijk met de auto nu ook niet. Ja, we gaan even met de auto vandaag. Ja. Superleuk, maar het is, ja, ik vond het een hele leuke nieuwe fase. Ja, ja, het is ook wel echt, hij is er zo aan toe. Ja, ik vond het heel leuk, maar ook een beetje spannend natuurlijk, en hoe is die juf, maar ja, wel echt heel erg leuk. Nou, dan zien we jullie daar misschien. Kom eens, schat. Jessie, doe je je schooltasje op? Vriendjes maken en vriendjes. En tekeningen en werkstukjes. En je gaat er meteen buiten spelen. Al meteen buiten spelen. We hebben even een speeltje. Gelijk de auto even afdoen als er wat kruimels zijn. Kunnen we het misschien een keertje netjes houden? Dat wil ik wel echt top. Ja. En we hebben ook een handstofzuiger. Die is ook top. Dus we hebben besloten om lekker wat te gaan ontbijten ergens. Ja. Namelijk bij Kitjes Mix. Daar rijden wij vaak langs. Maar eigenlijk ben ik er volgens mij nog nooit geweest. Of misschien heel lang geleden. En het schijnt verhuisd te zijn. Het schijnt ergens anders. Het zat ergens bij Loosduinen voorheen, heb ik gehoord. Ah, oké. Ja, het was wel een begrip van Loosduinen inderdaad. En het zit nu meer bij Poeldijk. Ja. Nou ja, rond 12 uur gaan wij Jesse Silver weer ophalen. En dan gaan we natuurlijk even aanhoren hoe het is geweest. Het was al gelijk dat hij zijn jas aan mocht houden, want ze zouden gelijk gaan buitenspelen. Hoppa. Kijk, doe mij ook zo'n school. Had flinke praatjes tot het schoolplein. Ja, toen vond hij het toch wel spannend. Is ook wel. Hij had juf Naomi nu. Of eigenlijk zou die juffrouw Lisette hebben, maar ja, die was ziek. Dus, nou ja, juf Naomi. Ook heel aardig, zover we konden merken. En daarna gaat hij door naar tante Suus. Want ja, daar zijn ook helaas zijn laatste dagjes bij aangebroken. Zij heeft het er ook moeilijk mee. Ik zou dat werk niet kunnen doen. Als je dan telkens zo afscheid moet nemen van de kindjes die toch al een paar jaar lang dan bij je zitten en zo. Je bouwt er toch een band mee op. Nou, wij gaan even onze gedachten verzetten. Hè? En even lekker ontbijten. Oh, wacht. Jessie erbij, 5 minuten. Lekker. Hé. Hey. Heeft een lekker ochtend gehad, geloof ik. Echt waar? Hé, je vond het leuk, ja? Oh. Ja, wij zijn heel benieuwd hoe het was. Wat heb je allemaal gedaan? Mooie vogeldingetje gemaakt.
buiten gespeeld? Ja. Ja. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja. Wil jij vaker naar school? Ja? Dus het was leuk. Heb je nog een nieuw liedje geleerd? Of een liedje gezongen vandaag? Ja, want je ging voor de juffrouw een liedje zingen. Alle eentjes met hey, en wat heb je gegeten? Wat heb je voor stukje fruit op? Banaan. Oh, lekker. Hele goede morgen allemaal. Ik ben al wakker samen met Jesse Silver. Jesse Silver is bijna jarig. En hij heeft een hele speciale ontbijtvla. Hè? Want we hebben namelijk samen cupcakejes gemaakt. En de versieringen, die wilde hij op zijn vla. Lekker hè? Zal ik de cupcakes laten zien? Hoe noemen we ze, Jesse? Boom? Boom. Boomcakejes. Dit zijn onze zelfgemaakte boomcakejes. Lekker vanille cupcakeje met citroenbotercrème. Afgemaakt met versieringen van suikerballetjes en flamingo's en smarties. Huh? Helemaal top. Jesse is naar tante Suus. Die heeft waarschijnlijk heerlijke cupcakejes op inmiddels. En ik ben lekker alleen thuis en het een en ander al aan het voorbereiden voor zaterdag. Nu wil ik, heb ik uit het boek wat ik van René heb gehad, Somebody Feed... Zo, dat ging heel moeilijk. Somebody Feed Phil, Netflix-serie, daar hebben ze een boek van, heb ik eens gehad. Daar staat een heel lekker dark chocolate mousse with caramelized hazelnuts recept in. Uit de Lissabon-Portugal aflevering, hoe toepasselijk. Nu heb ik dus heerlijke hazelnoten gekocht. Alleen heb ik geen notenkraker. Nu was ik al met een mes bezig. Kijk, je kan dus met de achterkant van het mes, het heft, sla je dus zo. Kan, is leuk. Dat heb ik een paar keer gedaan. Dat vond mijn duim niet zo leuk. En dan naarmate je iets gaat doen, kom je erachter van, dan kan misschien beter zo of zo of zo. Inmiddels liggen overal hazelnootschillen. En ik heb een blauwe duim. Dus ik heb een doekje gepakt dat de hazelnootschillen in ieder geval op één plek blijven. En mijn duim is beschermd. Toen kwam ik erachter, want hazelnoten zijn niet zo heel erg hard, zeg maar, om open te maken. Als je nou de hazelnoten in een doekje doet, en ze dan vervolgens een pak slaag geeft, dan heb je dus hazelnoten uit het schilletje. Nou, dat gaat dus een stuk sneller. Zo. Nou, hey. Onze kleine jongen, die ligt lekker in bed. Ja. En 4 jaar geleden, jongens, 4 jaar geleden, toen dachten we van, nee, nog helemaal niet. Toen wisten we nog van niks in deze tijd. Ik voelde het aan. Nee, toen wisten we nog niks. En het was 40 weken. Nou, je had zo'n buik, ik wist wel dat je zwanger was. 40 weken en 1 dag was dit? Of 2 dagen? Nee, 2 dagen volgens mij. Ja. En toen heb ik nog op deze dag alsnog maar een fotoshoot gedaan. Hè? Ja, mooie foto's gemaakt. Maar toen op deze dag... Ja, met Sylvester. Ben ik nog naar Sylvester gegaan. En toen s'nachts verloor ik mijn bloedprop. Dan kun je als aanstaande vader toch nog jaloers zijn als je vrouw vrij... schaars geklede foto's gaat maken bij een best wel goed uitziende man. Met een wasbordje. Maar dat was wel leuk. Heel mooie foto's. Ja. En, ik was helemaal opgezwollen. Echt, ik hoefde echt niet meer naar de plastic chirurg, zeg maar. Want het was een hele mooie lucht zo. Die waren aardig vol. Ik zat vol met vocht. Vol met vocht. Vol met vocht, zag ik. Ja, en toen s'nachts gebeurde het ineens. Ja, om 4 of zo stond je ineens naast het bed. 3, 4. Ja, maar... Nee, om 4 uur dacht ik van... Nou ja, maar nou ga ik er gewoon echt uit.
want dit wordt niks eerder. Meer. Ja, volgens mij verloor ik om 1 uur mijn bloed voorop. En toen zijn we toch nog naar bed gegaan. Toen werd ik wel al heel zenuwachtig. Volgens mij heb ik toen al niet geslapen meer. Nee, en toen, toen belde je moeder. En, nou ja, 's ochtends. En ergens in de middag of vroeg in de... Ja, vroeg in de ochtend. En in de ochtend belden we. 4 uur 's middags belden we. Toen kwam de verpleegkundige pas en die zei al van... je mag naar het ziekenhuis hoor, je hebt genoeg ontsluiting. Zo, maar ik ging kapot jongens. Ik ging kapot. Dat had zij ook al wel... Ik kon niet meer. Op een gegeven moment moest ik echt huilen. Zo van, ik kan niet meer. Ja. En toen mochten we naar het ziekenhuis. En eigenlijk zouden we in het Leijenburg ziekenhuis gaan. Maar ik wilde graag een badbevalling, als dat kon. En dat was niet meer, dat was überhaupt niet meer beschikbaar volgens mij in Leijenburg. Er was geen plaats meer, nee. Dus dan moesten we, voor degene die Den Haag kennen, moesten we zeg maar van gedeelte Zuiderpark. Wat dus... Gedeelte Loosduinen. Loosduinen naar het centrum. Loosduinen naar het centrum. Nee, jij zegt Zuiderpark, omdat het Haga zit natuurlijk richting het Zuiderpark. Ja, maar wij woonden in Loosduinen. Ja. En toen moesten we inderdaad via de... Is dat de Loosduinse kade? Ja, waar dat stoplicht een kwartier lang op Loosduinen. Precies. Dat stoplicht. Nou, de echte Haagenezen kennen hem, denk ik wel. Hij is een beetje zwaar, inderdaad. Bij dat Capitol, nee, bij dat... Je begon hier, maar ik denk, wat gaat ze doen dan? Hallo? Nou, en toen waren we dus onderweg naar het ziekenhuis. En dat was niet te doen. Nou, zo voelde ik me wel in de auto. Hè? Oh, wat stoplicht. Hebben we vervloekt. Ik bleef echt heel rustig. Ik dacht, ik ga direct over de tram. Ja, dat is langs dat soort van kerkgebouw. Dat is de vijf sprong of 7 sprong of zo. Daar komen echt heel veel straten bij elkaar. Ja. Nou, inderdaad. Nou ja, goed. In ieder geval gingen we naar het Westeinde ziekenhuis. Eigenlijk heel blij mee, want het is een hartstikke goed. Achteraf wel. Dat was gewoon prima, ja. En toen kreeg ik een opblaasbaar bad. Ik moest wel €80 voor betalen, maar dat geeft niet. En die heeft me wel... Dat was wel fijn. Ja. En volgens mij was dat water niet eens heel warm, maar ik heb het wel opgewarmd, zeg maar. Dat kan je wel zeggen, ja. Zo. En toen ik beweeg en op een gegeven moment, ik kon niet meer. En toen zei ik... Ik heb jouw rug gemasseerd. Ja. Toen stond er ineens een vrouwtje binnen of we eten wilden. Weet je nog? Hallo? In eten? Ja, en toen... op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, want die was er ook bij. Ik zeg, nou, als er nu niet genoeg ontsluiting is, dan moet ik iets hebben. Ja. Heb jij vandaag veel Haagenezen op afspraak gehad? Nee, maar dat is mijn emotie. Dan komt dat gewoon heel snel. Ik merk het, ja. En toen... En toen dan? Waar gingen ze toen doen? Toen was het niet voldoende. Toen zei ik, ik moet iets hebben. En als ik iets wilde hebben, moest ik sowieso het bad uit. Ja, dan werd je medisch. Dan werd ik medisch. Ja, meteen al, ook met het lachgas. Ja, daarom moest ik eruit, maar... Ja, nee, dat je dan medisch werd. Ja, volgens mij wel. Maar ja, ik dacht ik wil iets van een ruggenprik of zo, maar daar was ik dus al te ver voor. Dit hele verhaal kun je trouwens ook nakijken. Ja. Vlog 100... Geen idee, maar René bevallingsvlog, die is gewoon meer dan 500.000 keer bekeken. Ja. Ja, eigenlijk was ik al te ver van ruggeprik, maar hij kwam er niet en ik kreeg hem er maar niet uit en het ging niet. Oh jij, nee, inderdaad. En ik was en ze zeiden ook op een gegeven moment, nou, je hebt nou wel een flink zo, je hebt wel flinke weeën. Ja, en lang ook al. Ja. En toen werd het toch wat onrustiger binnen het medisch team. Ja. En toen werd ik ook wel zo van, oké, jongens, vertel even wat. Het was allemaal niet ernstig, maar... Ze hadden natuurlijk zo'n plakkertje volgens mij al op het hoofdje zitten. En daarmee meten ze dat zijn hartslagje wat vertraagder ging. Volgens mij. Ja, en hij had op een gegeven moment had hij gepoept. Ja, dat was wel echt... Dat was nog verder. Ja. Maar ja, toen zijn we... Ik geef je nog 1 kans. En het ging echt niet. Ik was ook echt op gewoon. Want ik was al heel lang bezig eigenlijk. Van 4 uur 's nachts tot 11 uur 's avonds eigenlijk. Ja, eerder nog. En ik had echt rugweeën ook. Ja, dus ik had rugweeën. Dat was echt
Dat is echt de hel. Ja, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dacht van... ik kan niet meer, dat kind moet eruit, dood of levend. Ik weet nog dat ik dat dacht. Ja, dat roep je al 4 jaar inderdaad. Dat kan je gewoon nu niet meer voorstellen, dat je dan zo zou denken. Ja. Maar ik dacht, dood of levend, dacht ik. Hij moet eruit, trekt het niet. En mijn moeder was ook heel ongerust, hè. Want die zei ook van dat het niet goed ging. Nou ja, het duurde gewoon heel lang en er gebeurde niks daar beneden in die ontsluiting. En ik denk dat op een gegeven moment een soort van overlevingsinstinct is van jou. Dat je inderdaad denkt van ja, het moet eruit, ik ga kapot. Letterlijk. Ja. Ja, en toen ging het vrij snel, want toen kwam de meester met zijn supervisor moest hij even halen. Met die zuignop. Ja. En toen... Toen werd het vrij slagerij van Kemper gehad, hè? Ja, dat heb ik dus allemaal niet meegemaakt. Nee. Het was, ik heb het ook ergens... Dr. Pol was er niks bij. Dr. Pol, inderdaad. Man. Ja. Zuignap erop, kettingen eraan. Ik denk, dat is gewoon een lief zuignapje. En dan doe je zo... Nee, dit is gewoon een zuignap. Er zit ketting aan met zo'n haak. En dan kwam los. Oh, nog een keer. Ja, hij kwam los, hè? Oh ja, knip maar in. Hier, snoeischade erin. Overal dat vind bloed. Ik ook zo raar dat je daar niks van voelt. Ja, vind ik ook heel raar. Ja, dat die weeën zo erg zijn dat je dus gewoon niet voelt dat je geknipt wordt naar beneden. Ja, dat is bizar. Ja, en natuurlijk al de nodige medicatie op. En ik, by the way, voor even de visuele gedachtenkijkers van vandaag. Ik stond hier. Dus, bij mijn hoofd. Ja. Ja. Ik denk, ik ga niet kijken hoe mijn favoriete kroeg afbrandt. Ik blijf bij het hoofd. Ja, maar mijn moeder heeft wel gezien. Ja, je moeder die had... Ja, die zat aan de andere kant, maar die dacht ook van dit gaat. En die heeft alles gefilmd, heel veel. Op een gegeven moment heeft ze de camera weggelegd. Ja, dat moest, omdat het niet goed ging. Ja. Ja, dus ik heb nog een foto dat Jessie zijn hoofdje eruit hangt. En toen dacht ze nog van hij is wel heel wit. Ja. Dus ze was ook een beetje bang voor Jess. Weinig kleuren, inderdaad. En toen uiteindelijk, nou ja, goed, toen werd hij er gelukkig uitgetrokken. En toen helde die niet gelijk. Nee, maar was wel... En toen lacht hij op mij, toen zei ik... Leeft hij? Doet hij het nog? Leeft hij? Op 22/2/2019 om 22:22. Ja. Nou ja, een paar tikjes op die beerlijn, toen ging die huilen. Ja. Zo was het. En nu staan we hier. Ja. Slingers op te hangen. Slingers op te hangen. Voor onze man die wordt 4. Ja. Dus daar moeten we natuurlijk een groot feestje voor houden. Want zijn tweede verjaardag en zijn derde verjaardag waren eigenlijk heel low-key. Ja. Beetje ondergesneeuwd. Dus nu willen we het grootste aanpakken. Dus we gaan mijn pil innemen. Ja. Dus we hebben jungle thema, slingers, ballonnen, helium tankie. René heeft superleuke tasjes gemaakt met cadeautjes voor alle kindjes die komen. Met een springtouwtje. Ja. Ik maak een frambozen cheesecake. En een dark chocolate mousse met gekarameliseerde hazelnoten. En misschien dat ik nog iets van een gewonere taart maak. Gewoon voor de bij. Ik heb spullen zat. Ja, of gewoon cupcakes. Kan ook. Hallo. En dan hebben we nog een grote verrassing besteld. We zijn ondertussen zelf alvast een party aan het bouwen hier zo. Het huis is inmiddels al flink omgeturnd. Maar we zijn nog niet waar. Nee. Ik zit de hele tijd te wachten op het moment dat Jessie in staat. Ja. Dat hij gewoon denkt, ik ga gewoon kijken en ik hoor van alles. Kijk. Ja, dat zou jij ook gedaan hebben, denk ik, als klein kind. Ja. Als kleine. Nou, ja, laat ik zo zeggen... Er was een bepaalde leeftijd dat ik op een gegeven moment zeg maar in Laura de kamer sliep. Ja, dat was dan mijn kamer geworden. En dan had je zo'n zo'n bovenruitje. Zo? En die keek dan door dat ruitje, kon ik ook kijken in het ruitje in de woonkamer. En dan ging ik altijd zo kijken van hangen er al slingers. En dan... Als ik dan keek, dan was het nog niet. Maar voor mijn gevoel was het dan heel laat al. Mooi. En dan de volgende dag was het toch ineens helemaal vol.
Ja, zoals we al zeiden, we gaan lekker over de top. We hebben deze slinger, we hebben deze slinger. We hebben daar twee slingers. Wij hebben deze. Dit is zijn allereerste slinger. Jesse Silver is jarig. Dus die kunnen we elke keer weer gebruiken. We hebben hier nog een slinger. We hebben ook in de gang wat gedaan. Hier. Zo. Dus we zijn nog bezig. Er moeten sowieso nog wat ballonnen komen. Want Jesse is gek op ballonnen. We hebben dus ook heel veel, hoe noem je dat? Folieballonnen. Ook een heleboel. Dus, maar die willen we eigenlijk als verrassing nog gebruiken voor zaterdag. Dat als die zaterdag beneden komt, dat ineens de woonkamer vol hangt met dieren. Ja. Ja, het was of een heliumtank of een stemvervormer. Zo, we zijn druk bezig met de versiering. En Sergio die probeert nu helium te doen in een heel groot... Hele grote zebra. Die bestaat uit delen. Jesse is altijd gek op ballonnen. Daar speelt hij altijd best wel lang mee. Zeker die met helium erin. Dus we hebben een hele grote vorm. Zijn benen liggen al daar. Ja. Oh, hij is leuk. Ik denk dat hij dadelijk niet te doen, hoor. Nog enthousiaster gaat zijn over de ballon. Over zijn cadeau. Nee, het is een walking zebra. Nu hoorden we net iets knallen. Dus ik ben bang dat er nu iets van confetti in mijn woonkamer ligt. Ja! Die heeft het niet overleefd, deze. Het is net een condoom met confetti erin. Surprise! Zo jongens, het is diep in blessuretijd. Papi en mommy zijn afgepeigerd. Oh. Maar de slingers hangen. De zebra staat. Daar gaat hij wel wat moeite voor doen, denk ik. Moeten doen. En het is nu echt tijd voor bedje, dus wat rusten. Goedemorgen, Jesse. Goedemorgen. Het is jouw verjaardag vandaag, hè? Oh, wacht even. Even wachten. Even wachten, hoor.